Nou, heel hartelijk welkom hier in Rijksmuseum Boerhaven. Het Rijksmuseum van de Natuurwetenschappen en van de Geneeskunde. En ook nog eens Europees Museum van het Jaar. Speciaal welkom aan de minister, Hugo de Jonge, de burgemeester, Henri Lemfrink. We hebben ook Ida Heijsma, de directeur van het Leiden Bioscience Park. En Ingeborg Citeur van GGZ Rivierduinen. Heel fijn dat jullie hier zijn op deze speciale en hoopvolle dag. Er is weer een nieuw vaccin wat kan worden ingezet in deze vaccinatiecampagne. Het vierde vaccin, dat is goedgekeurd, maar als Leidse museumdirecteur voelt deze wel heel speciaal. Ik mocht de zoektocht naar dit vaccin door Hanneke Schuitenmaker en haar team van iets dichterbij meemaken. In een interview voor de podcast Besmet van het museum deelde ze haar bijzondere verhaal. Haar persoonlijke verhaal gaf een inkijkje in de turbulente wereld van vaccinontwikkelingen, maar ook de indrukwekkende samenwerking tussen toonaangevende instituten. Wij zijn dan ook bijzonder trots dat het eerste Janssen-vaccin in dit museum zal worden gezet en dat de bijbehorende flacon later vandaag door de minister aan mij zal worden overhandigd om aan de Rijkscollectie toe te voegen. De overhandiging zal worden gefilmd en deze beelden worden opgenomen in de introductiefilm van onze tentoonstelling Besmet over epidemieën vroeger en nu. Zo blijft onze tentoonstelling heel actueel. Een beetje ironisch was het wel. We waren al 2 jaar bezig met een tentoonstelling over epidemieën die op 15 april 2020 zou worden geopend door koning Willem-Alexander. Maar dat kon toen niet doorgaan door de uitbraak van een epidemie. Met de tentoonstelling Besmet wilden we waarschuwen voor de zogenaamde ziekte X die zomaar opeens de kop op kan steken. En toen was daar corona. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde sinds 2018 voor die ziekte X en heeft het op een lijst gezet voor ziektes die we nu nog niet kennen, maar die zouden kunnen uitgroeien tot een internationale noodsituatie. Toen was daar opeens corona. En hoe actueel onze tentoonstelling ook was, we waren meteen ook ingehaald door de actualiteit. We hoefden niet meer te waarschuwen. Opeens waren we met z'n allen diep doordrongen van de impact die een nieuwe infectieziekte kan hebben. En in plaats daarvan wilden we het publiek de kans geven om terug te blikken op de afgelopen tijd. En we wilden wat scherper aanzetten wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen het heden en het verleden. Vandaag voegen we daar een stukje actualiteit aan toe. We zijn er trots op deze mijlpaal in onze gezamenlijke geschiedenis te kunnen documenteren voor het nageslacht. Het symboliseert hoe de medische wetenschap, ook in Leiden en in Nederland, ons het perspectief gaf om uit deze crisis te komen. Dan wil ik nu heel graag de burgemeester uitnodigen om ook een woordje te spreken. Hartelijk dank, meneer de minister, dames en heren. Wat een mooi moment. En er zijn zoveel dingen die je hier zou willen zeggen. Het eerste natuurlijk, wat een geweldige plek om dit te doen. Want toen in 1600 dit oorspronkelijke klooster verbouwd was tot dolhuis, ook wel aardig dat we nu net de mensen van Rivierduinen vandaag hier voor het eerst een prik krijgen. Het was pesthuis. De pest was natuurlijk een van de grote epidemieën uit die tijd. En het was ziekenhuis. Dus dat waren de 3 dingen die het hebben. Sterker nog, even later werd het eerste academische ziekenhuis van Leiden en van Nederland. Omdat hier toen in de 17e eeuw al academisch onderwijs aan bed gegeven werd. Nou, aan bed, het waren bedsteden die ze in die tijd gebruikten. Maar toch, wel heel mooi dat al die dingen eigenlijk waar we het nu over hebben allemaal hier toen al bedacht waren. Nou ja, allemaal bedacht waren. De elementen zaten erin. Het feit dat we hier nu staan heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat Janssen een Leids bedrijf is. En daar zijn we buitengewoon trots op dat dat hier ontwikkeld is, geproduceerd is. En als je weet wat dat allemaal voor voeten in de aarde heeft gehad om dat voor elkaar te krijgen.
dat is echt wel spectaculair. Natuurlijk was een heleboel van de basiskennis niet alleen maar afgelopen jaar al ontwikkeld, maar dat is iets wat in de periode daarvoor al gebeurde, maar men heeft het toegepast. Maar er moest wel een compleet nieuwe fabriek uit de grond gestampt worden. En daar doen we normaal best wel een tijdje over, hè, om dat allemaal te bedenken en in elkaar te zetten. Het is allemaal in no time gebeurd en dat is ook wel heel spectaculair. Allerlei mensen die eraan gewerkt hebben, die daar dingen hebben gedaan die soms nog niet eens mochten. We hebben speciale ontheffingen moeten verlenen om met meer dan 100 mensen in een ruimte te zijn, wat normaal niet kon. En dat heeft er allemaal toe geleid dat dit uiteindelijk tot van de grond gekomen is. En daar ben ik wel, zoals ik al zei, buitengewoon trots op. Het is ook een beetje een symbool voor het Leiden Bioscience Park. Dat is het grootste life science en health cluster in ons land. Waar eigenlijk bijna alles wat er op het gebied van medicijnontwikkeling is te vinden is. Eigenlijk van het eerste begin zelfs tot en met de productie. En dat is hartstikke mooi dat dat is. Het is ook belangrijk voor ons land dat we dat hebben en dat we dat kunnen. Want we hebben tijdens de afgelopen pandemieën diverse keren gezien hoe ontzettend verlegen we zitten als we de dingen zelf niet meer kunnen maken. Dus dat is buitengewoon belangrijk dat je dat kunt. En daar is dit ook wel weer een mooi voorbeeld van. Daar ben ik ook erg blij mee. En dat brengt mij eigenlijk gelijk op het volgende. Dit was nu de ziekte X waar het museum naar op zoek was. Maar er komt ongetwijfeld ook nog weer een keer een ziekte Y. Daar kun je vergif op innemen. Het kan best nog eventjes duren. Dus dat betekent dat we als Nederland ook erg ons best moeten doen om ons daar goed op voor te bereiden. En dat vraagt nog een heleboel dingen van ons. Van het land, van de stad, van de wetenschap. Om met elkaar daar een vervolgstap in te zetten. Ik weet dat daar allerlei ideeën voor zijn die op landelijk niveau, waar allerlei mensen mee bezig zijn om dat, om daaraan te gaan werken. En ik hoop dat dat zoveel succes heeft dat wij met elkaar beter voorbereid zijn op Y dan we op X geweest zijn. Niemand zal ooit meer zeggen epidemieën, dat is iets van vroeger. Dat hebben we eigenlijk niet meer. En ik hoop dat we met elkaar genieten van die eerste prik. Ik in ieder geval wel. Dank jullie wel. Dankjewel. Corona raakt de GGZ in het hart. De mensen met psychische kwetsbaarheid behoren voor een groot deel tot ook de risicogroep voor corona. Maar corona raakt de GGZ misschien nog wel extra in het hart, omdat het een contactverstoorder is. Corona maakt dat we minder nabij kunnen zijn en contact is nou precies de basis voor het herstel in de GGZ. De veiligheidsmaatregelen die noodzakelijk zijn, die maken ook dat contact ingewikkelder is. Als wij een medewerker hebben die ziek is, dan kan die geen contact maken. Een team wat met tekorten te maken heeft, heeft geen ruimte voor waarachtig contact. Het wordt ingewikkeld om een hand te geven of een arm voor houvast. In de GGZ merken wij dagelijks de impact van corona op het hele menselijk welbevinden. En wij merken ook de impact van deze situatie op de mogelijkheid om daar iets aan te doen. Dat is de grote worsteling die we met elkaar aangaan. Het is een worsteling, een situatie die pijn doet, die rauw is, die weerloos maakt en die maakt dat wij niet kunnen doen wat zo vanzelfsprekend is voor ons, normaal gesproken. Vaccineren is de weg, de opening naar meer nabijheid, naar het contact van mens tot mens. Vaccineren maakt dat we weer een context kunnen krijgen waarin ontmoeting mogelijk is, waarin we de nabijheid kunnen aangaan die nodig is voor herstel. De mensen die zich vandaag laten prikken, die werken in een GGZ waarin de mens centraal staat.
De mensen die zich laten prikken werken in een GGZ die bezig is met nabijheid en met herstelprocessen door de nabijheid. Zorg gaat over contact en zorg komt vanuit het hart. Dank u wel. Heel mooi gesproken, dank u wel.